Erik, kansloze nederlaag hier vandaag, 4-1. Ja, dat klopt. Ik denk dat de eerste helft kom je er helemaal niet aan. Volgens mij hadden we niet hele grote kansen. Maar gewoon door, omdat ik geblesseerd uit het veld was en er werd doorgestapt aan de rechterkant, hadden we een man te weinig in de verdediging. Ja, en die man die schiet hem volgens mij ook precies binnen. Dus dan loop je weer achter de feit aan. Maar je loopt zelf ook als een draak te voetballen. Het was gewoon waardeloos. En de tweede helft wil je wel weer gaan voetballen. En aan het begin ging het ook goed. Totdat er weer een fout op middenveld, balverlies, iedereen weer naar voren, weer een doelpunt tegen. Dan zakt het wel even de moed in de schoenen. Ik wil één fase met je er even bij halen. Ik bedoel, hoeft niet alle doelpunten, maar pak een beetje vanaf een minuut of 80. Dan is het 3-0 of is het eigenlijk net 3-0. Dan mag je voetballen, maar dan zie je ook dat jullie kunnen voetballen. Waarom is dat dan iets met lef, dat jullie ook niet zo durven te voetballen in de fase daarvoor? Nou, dat werd in de rust ook al gezegd, dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Alleen we deden op een of andere manier niet. En die ene zei, zijn we bang of wat is het? Maar ja, ik weet ook niet wat het is. Want we kunnen het gewoon heel goed. Alleen, we doen het niet. Nou, je zegt, ik weet niet waardoor dat kan, maar dat sluipt het toch op de een of andere manier in? Ja, ik denk dat het al vanaf een minuut 1 was. Dus het begin van de wedstrijd. Als je nou van het begin van de wedstrijd er lekker in zit en dan ebt het weg, dan denk je van ja, hoe kan dat? Maar ja, nou zit het van het begin zit er al niet in. En dan probeer je in de rust, kom je goed de kleedkamer uit. En dan krijg je weer een doelpunt tegen en dan is het direct weer voorbij. Ja, het is een groot verschil, hè? Ik zag jullie ook bijvoorbeeld tegen Spakenburg. Nou, per ploeg misschien wel een beetje vergelijkbaar met Capelle. Ook veel talent, veel nog de spelers die betaald voetbalachtergrond hebben. En daar kan het dan weer wel. Ja, maar dat was ook tegen GVV konden we het ook. En dus ik denk dat clubs die kijken ook anders naar ons omdat we van hun gewonnen hebben. Maar ja, je moet gewoon veel meer brengen en ook gewoon durven te voetballen. Dus daar ligt het ook gewoon aan. Ja. Is het spelconcept goed? Ja, ik denk dat we in de voorbereiding hebben het gewoon goed gedaan. En dan ga je ook, ik weet niet wanneer die wedstrijden, voor mij GVV en Spakenburg, dat waren voor mij de wedstrijd 3 en 4 of zo, ik weet niet. Maar dan pak je ook gewoon de punten, dus het kan gewoon makkelijk met het systeem. Maar ja, dan moet je het zelf ook gewoon doen. Ja, en je moet blijven voetballen en dat gebeurt denk ik de laatste weken in ieder geval niet. Nee, de laatste in de competitie niet. We hebben een oefenwedstrijd en de beker gehad en daar scoor je gewoon heel veel en dan loop je goed te voetballen. En nou krijg je gewoon veel meer druk, dus dan moet je het ook gewoon doen. Ja, hoe ga je het omzetten? Want ik hoorde bij jullie bij de supporters van, goh, ze scoren nog wel. Maar dat was niet op topklasseniveau. 21 goals is mooi. Je zit in de beker en tegen lage ploegen gemaakt. Maar je schiet er niet zoveel mee op. Ja, dat klopt. Maar ik ben geen trainer. En de trainer die moet er maar met ons samen, met de hele elftal, gewoon over hebben. Ja, maar je hebt wel een mening? Natuurlijk heb ik een mening, maar die hou ik voor mezelf. Die ga ik hier niet melden. Waarom dan? Want wijkt die zo af dan van wat de trainer vindt? Nee, helemaal niet. Maar ik vind niet dat ik dat hier hoef te melden. Maar zou jij, als je het voor het zeggen hebt, anders gaan spelen dan? Nee, dat zeg ik niet. Dus dan kun je wel gaan vissen, maar daar ga ik niet op in. Nee, wat zou je veranderen? Ik verander niks. Gaat helemaal top. Nou ja, die hoef ik denk ik niet mee te. Hey, 4-1. Volgende week Sparta Nijkerk. Is dat dan wel een tegenstander waarvan je zegt, dan moeten we gewoon de punten pakken? Want dat is een ploeg die met jullie meedoet onder in de competitie. Ja, klopt. Ik denk dat we daar zeker de punten van moeten pakken. Maar dat hebben we al meerdere tegenstanders gehad dit seizoen, waar we het van moeten pakken. Kijk, en waar je het niet van moet pakken, zoals Spakenburg GVV, waar je het eigenlijk min of meer niet van verwacht, daar pak je het wel van. En dat moeten we gewoon omdraaien, want je hebt veel meer clubs die van een ander niveau zijn als GVV en Spakenburg. En daar moeten wij gewoon de punten van pakken. En, Waar ga je zo zitten in de bus, naast Van Dijkhuizen? Nee, ik zit altijd lekker achterin bij Berry en Bremmer.